Ja, we zijn hier weer met deel 2 van het gesprek met Ashwin Nadin. Onze excuses voor de technische storing. We zijn een jong dynamisch bedrijf en we werken constant aan verbetering van de service. Maar soms gaat het mis, dus nogmaals excuses daarvoor. We hadden het over... waar hadden we het weer over, Megado? Ja, we hadden het over cambio's volgens mij. En wetgeving. Oh ja, wetgevingsjuristen. Ja, daar waren we geëindigd. En dat was dus eigenlijk de oorzaak waarom het lang duurt in Suriname om bepaalde zaken van de grond te krijgen. Wat zou er moeten gebeuren of wat zou er kunnen gebeuren? Is digitalisering of automatisering of noem maar op, zijn dat manieren om zaken iets sneller te laten gaan? Ja, we staan nu wel in, we staan nu tenminste niet in de zon. Net stonden we in het midden in de zon. Het was iets. Dus, maar digitalisering, kijk, het gedeelte van wetgeving wat is gebeurd. Vanaf 1975, toen de wetgeving van Nederland overgeplant is naar Suriname, legde ik uit toch, zijn wij blijven steken een beetje in de wetgeving. En natuurlijk moet je je eigen wetgeving maken. Daarvoor heb je wetgevingsjuristen. Dus de behoefte naar echte wetgevingsjuristen, dus gewoon normaal juridische opleiding, is heel groot. Dan kan je wetten veel sneller maken. En voor de rest, maar we hebben ook wetgevingsjuristen hier hoor. We hebben een afdeling bij Juspol, we hebben hier bij DNA, maar het moet veel meer. Maar waarom wordt er dan niet optimaal door eenopvolgende regeringen in zaken als onderwijs en beroepsonderwijs en vakgericht onderwijs geïnvesteerd? We zien dat inderdaad lokalen worden bijgebouwd, scholen worden gerenoveerd en zo, maar inhoudelijk aan het curriculum, maar ook aan de uitbreiding ervan, daar zien we eigenlijk best wel weinig van terug. Ik denk dat ouders en leerkrachten kunnen het ook begrijpen. Als je een curriculum nu verandert, dan ga je dus 7 jaar, het duurt 7 jaar voor je curriculum verandert. Want waar moet je beginnen? Je kan niet in alle klassen tegelijk beginnen. Je begint bijvoorbeeld bij de eerste klas, als stel je nu de lagere schoolverandering. Dan ga je curriculum eerste klas veranderen. Pas als zij het nieuwe gehad hebben, kunnen zij het naar die tweede brengen. En die tweede brengen naar de derde. Dus meestal duurt de verandering 7 jaren voordat je heel curriculum hebt veranderd. Nu is het bijproject van onderwijs al gestart, iets van hoe lang? 7 jaar of 10 jaar geleden, toch? Dus ze hebben de verandering doorgevoerd tot en met derde, vierde klas. Maar er zijn heel veel klachten. Kijk, alle leerkrachten moeten getraind worden in een nieuw systeem. En dan krijg je de discussie met de bonden. Ja, we werken met het oud systeem, het nieuw systeem. Ik hoor nu nog steeds veel klachten. Het kost wel veel energie om mensen te trainen en mensen moeten ook willen getraind willen worden een nieuw systeem van rekenen, een nieuw systeem van taal. Anderen zijn van mening, ja, het taalsysteem is van vroeger was veel beter, het rekensysteem van nu. Je moet altijd wel een vernieuwing hebben, maar iedereen moet bereid zijn mee te gaan met die verandering. Dus dat is meestal de grote uitdaging, dat je die mensen mee kunt krijgen, die training kunt doen, maar een curriculum op niveau heb je ook curriculumdeskundigen nodig. Kijk bijvoorbeeld geschiedenis, kijk bijvoorbeeld aardrijkskunde. We hadden aardrijkskunde zo mooi veranderd met Hebri. Dat nieuwe boek dat we hebben voor aardrijkskunde. Dat is een geweldig mooi boek. Maar er zijn zoveel andere vakken die moeten veranderen. En eigenlijk de uitdaging, en dat moeten we ook eerlijk toegeven, is door de jaren heen het systeem om geselecteerd te worden als leerkracht is niet altijd het beste selectiesysteem geweest. Waardoor je te veel mensen kreeg met lagere kwalificatie. Bijvoorbeeld onderwijzeres A en B bijvoorbeeld. Zie je in laagbouw, dat is tot en met de tweede, derde klas, te veel. Terwijl je eigenlijk hoger gekwalificeerde mensen zouden hebben. Daarom hebben we toen de opleiding gestart. Bachelor in Education. We hebben de bachelorleiding toen opgestart. We zijn overgestapt van het oud systeem naar nieuwe leerkracht. Dat hebben we toen gedaan. Dat is de eerste stap om mensen bachelor master te maken. Tweede, je moet master en bachelors hebben in ICT. Dat hebben we ook opgestart, die leiding. Toch tweede bezending van mensen. Tweede batch moet nu afgehandeld worden. Die mensen zijn beter in ICT. En dat doet de regering gelukkig, dus vervolgen ze dat soort dingen. Dus die vernieuwing bij onderwijs gaat altijd traag, omdat je klas na klas die vernieuwing kan aanbrengen. Dus stel bij de lagere school ga je dan 8 jaar op moeten wachten voordat die vernieuwing helemaal gekomen is. Dat is onderwijs. Maar ook natuurlijk de hogere niveaus, hè. MULO, middelbare school, kan je wel parallel beginnen aan lager onderwijs. Kan je beginnen bij MULO tegelijk en bij middelbaar, maar dan begin je bij de eerste klas alvast. Ik heb veranderingsmanagement gehad en inderdaad een aantal zaken die u aanhaalt zijn zeer zeker waar. Maar toch is waar een wil is een weg. En als je mensen kan overtuigen met de juiste incentives en motieven, dan kan je ze ook daar naartoe brengen of daar naartoe bewegen. En
mensen die bijvoorbeeld niet mee willen gaan of niet mee willen werken, die houden dan eigenlijk de ontwikkeling van het land achter. En daar moet je dan ook gewoon korte metten mee maken als u het mij vraagt. Hoe denkt u daarover? Ja, kijk, korte metten. Wij liever dan blijven in dialoog. Kijk, de vakbeweging heeft ook haar eigen manier van kijken naar dingen, toch? En de vakbeweging is soms wel, kijk, een beetje conservatief zou je kunnen zeggen. Ja, we kunnen mensen niet forceren, we kunnen dit en dat niet doen. Maar ze gaan wel mee met de verandering. Maar u moet begrijpen, in elke organisatie hebben conservatieve kracht en je hebt een dynamische kracht. Sommigen willen blijven in het oud systeem, omdat ze vinden van dat heeft gewerkt. Anderen willen vernieuwen en je blijft altijd in die discussie. En je kan die mensen forceren in die zin van opleggen van dit moet gebeuren. Het is heel moeilijk. Maar het gaat wel. Onderwijsvernieuwing gaat wel. Wat we nu zien bij onderwijs is al een hele stap verder dan 10 jaar geleden. Door COVID natuurlijk is er een heleboel in de war geschopt. Daar kan niemand iets aan doen. Maar die vernieuwing komt wel hoor, het komt wel. De vernieuwing, zoals u zegt, zou misschien kunnen komen, maar het vertaalt zich niet terug in cijfers. Want we zien nog steeds een ontzettend laag slagingspercentage en ook ontzettend veel drop-outs. Dus naar mijn bescheiden mening zou er nog veel meer moeten gebeuren. Maar goed, we gaan even weer terug naar het herstelplan. Laat ze toch even beantwoorden. Kijk, 1 kwalificaties van een onderwijssysteem, 52% waarom? Nou, dat heb ik gezegd. Als je onderwijsresten A en niet een GLO of een hogere kwalificatie hebt B, en die mensen geven alleen, juist bij de lagere klasse heb je hogere kwalificatie mensen nodig. Maar ons kader aan onderwijzers van de afgelopen 40 jaar is niet de hoogste kwalificatie. Dus wat krijg je? Dat die output natuurlijk ook niet gaat zijn wat je wil hebben. 50%. En je hebt ook andersoortige begeleiding. Het ligt niet alleen aan de leerkrachten. Er zitten ook andere begeleidingsfactoren eromheen. Wij willen natuurlijk dat alles mooi veranderen. Iets dat. En daarvoor heb je natuurlijk ook misschien ook incentives nodig. Dat is hoe je zegt, hoor. Je hebt incentives nodig. Maar je hebt ook die begeleiding nodig van die leerkrachten. Ze moeten bereid zijn in het nieuwe systeem te gaan. Wat we nu hebben gemaakt, nieuwe leerkrachten. Die mensen moeten bereid zijn. En ze moeten. En ook de selectie. Kijk, vanaf de Milo. Als iemand Milo niet haalt, derde, vierde klas, waar gaat hij naartoe? Oké, als hij niet kan gaan naar de middelbaar, dan gaat hij naar Natin. En eind van de rit, dan pas gaat hij naar CPI. Maar SPI, dat is niet de bedoeling. Dat mensen afvallen door een systeem en dan zeggen, oké, ik heb geen enkele andere keuze, dan ga ik naar daar. Je wil juist je beste studenten hebben, richten het onderwijs. Dus dat systeem is toen aangepast. Toen met wat we IOL hebben gedaan en zo. Met de nieuwe leerkracht hoop je dat dus de komende jaren, want een studie duurt 4 jaar. Deze vernieuwing is wanneer gekomen? 4 jaar geleden. Dus je hoopt dat met die verandering nu, het is nu al bijna 6 jaar, want toen ik minister was, 2013, was het er al. Dus pas na de tweede, derde batch, en voordat je die 25.000 leerkrachten, ja toch? 18.000 leerkrachten, hoeveel het zijn, allemaal in het systeem gaat vernieuwen en gaat trainen, ben je al 19 jaar verder. Dus het is een proces. Nee, ik geloof zeer zeker dat het een proces is, maar ik geloof ook dat wanneer je fundering solide is en je richting blijft geven, want dat is de taak van een overheid, richting geven, sturing geven waar nodig. En inderdaad desnoods met een hand achter de rug mensen een beetje een duwtje geven de juiste richting op. Nou, laat me het zo zeggen. Maar goed, terugkomen naar het herstelprogramma en de begroting. Wat is uw algemene mening erover? Dus ik heb het aangegeven. Mijn mening is dat het betalingsbalansgedeelte van IMF is duidelijk. Budgetair is helemaal niet uitgewerkt. En het ontwikkelingsdeel, oud, 2017. Dus zo gaat het niet werken. En een vierde factor is, ze willen het in 3 jaren doen. Je kan niet zo'n herstructurering binnen 3 jaren persen. Het gaat lukken. Je betalingsbalans gaat terugkomen. Maar dan is het volk totaal verarmd. De werkloosheid is groot. Bedrijfsleven, vooral klein middelbedrijfsleven, is kapot. Mensen die gewoon een geiten dingen hadden gemaakt, ren of kippen kweekten. Al die zaken die men deed, allemaal gaan kapot gaan. Want de prijs dollar gaat te hoog. En je ziet, men kan niet meer inkomen. Men heeft geen markt om te verkopen, want mensen hebben geld om dingen te kopen. Dus dat is te compact. Je moet het spreiden naar 5 tot 7 jaar. Misschien zelfs 10 jaar. En dan ga je een succesvol programma draaien. Maar deze ervaringen hebben we al. We hebben het al gedeeld met de regering. Wij hebben het al doorstaan. En toen hebben we geswitcht naar kapitaalmarkt. En toen is het wel gelukt. Als je niet wil leren uit de ervaringen, dan kan je weinig eraan doen. Ik zeg liever
pinaren we even 3 jaar dan dat we 10 jaar lang gaan aanmodderen. We hebben dat al genoeg gehad. Ik ben toe aan veradering en verlichting. Dus als ik even 3 jaar moet struggelen, laten we het doen zolang er inderdaad licht aan de tunnel komt. Want we zijn al best wel lang bezig. Als we dat zo... Wat zou u anders doen als het gaat om die punten waarbij u vindt dat de regering het niet juist aanpakt? Het is frappant, want toen de vorige regering er was, toen was het alsof de wereld voorbij was gegaan. Toen het 10 jaar lang de koers stabiel was, kleine veranderingen komen tot 7, dus je hebt maar 2 maal gedevalueerd. En dan uiteindelijk, als je kijkt naar de prijzen van toen, nu zijn de prijzen 4 maal hoger. Nu is men wel bereid, binnen 3 jaar zo hard te pinaren. En is men op straat gegaan, men heeft alles gesmeten naar de regering. Omdat je in 10 jaar heb je dus veel beter gedaan, want nu heb je 3 maal slechter. Je hebt 3 tot 5 maal slechter. Nee, maar dat is ook door jullie te doen, toch? Want het is geen 7. Laten we wel eerlijk zijn en niet bezijdens de waarheid praten. Want op straat was de koers al lang 14. Dus niet omdat de koers systematisch of kunstmatig laag werd gehouden bij de bank en noem maar op. Dat zijn belangrijk. Je importen waren nog steeds op 17, toch? Je importen, je douanekoers was nog steeds op 7, toch? Dat betekent, al heb je buiten, alleen de mensen die geen geld kunnen vinden buiten bij de Cambio's, die gaan voor die hoge... De banken hadden ook niet, meneer Adwin. Kom op, laten we eerlijk blijven. De banken hadden ook niet. Moet wat eerlijk gezegd moet worden. Wat is met die 19,5 gebeurd? Op het moment dat je 19,5 vasthoudt in Nederland, dan wil ik nu niet gaan praten. Dan heb je internationale politiek. En je begint het valutaverkeer te frustreren. Dan krijg je dit soort dingen. Dan krijg je dingen, mensen die misbruik gaan maken van koersopdrijving, want er is tekort valuta in de markt zelf. En dan moet je nagaan, is dat niet eerlijk om te zeggen dat deze regering dan gesaboteerd is door die 19,5 miljoen? Dan zeg je ja, maar het is zo. En als het zo is dat je valutaverkeer frustreert, koers opgedreven wordt, dan moeten we die mensen besparen. We moeten geen kritiek leveren op de mensen die die koers hebben proberen op te drijven. We moeten geen kritiek leveren op die mensen die 19,5 miljoen hebben vastgehouden, waardoor het valutaverkeer... Je kon niet eens valuta exporteren. En dat is de reden dat die straatkoers omhoog gegaan is. Dus je kan kijken naar die regering. Maar bepaalt de regering de straatkoers? Nee, de regering bepaalt de straatkoers niet. Nee, maar we hebben het over prijsopdrijving, koersopdrijving. En dan wordt zo'n persoon op gearresteerd. Die wordt dan 1 week of 2 vastgehouden en daarna wordt hij weer vrijgelaten. En over een paar maanden begint het sprookje of het toneelspelletje weer van voor naar aan. Niet de regering en de vorige regering kwalijk voor gaan nemen, toch? Dat zei ik. Dus dat is mijn pijnpunt. We kijken terug naar de regering. 2,5 jaar lang heb je de koers op 7,5 gehouden. Dan komt het gedeelte van de situatie waar ze zeggen 100 miljoen, 200 miljoen. Ik was ook opgeschrokken. Niemand wist er iets van. De president was ook geschrokken. Iedereen is geschrokken. Dat heb ik gezegd. Soms denken mensen dat de politiek een partij is of een regering. En die hele regering is fout. De hele partij is fout. Er gebeuren soms dingen die je niet leuk vindt. Je wil het direct afstraffen. En dan ga je zeggen, de president toen, ik heb het ook later geweten, heeft toen direct de PG gestuurd en de mensen laten opsluiten. Toch? Dus als het gaat om handelen, zijn we wel direct in het handelen overgegaan. Dus als mensen willen bekritiseren, luister, 100, 200 miljoen, maar dat bleek uiteindelijk niet waar te zijn, toch? Zelfs de centrale bank is uitgekomen en heeft gezegd, er waren geen middelen kasreserve gestolen. De regeringscommissaris is uitgekomen, heeft gezegd, er waren geen middelen gestolen, maar intussen was het al te laat, want de verkiezing was al geweest. Mensen waren al boos en ze hebben al tegengestemd en allerlei zaken. Intussen komt de centrale bank, denk ik, op een paar weken in juni, daarna, oh nee hoor, er was niets gestolen. Ja. Dus dat soort van dingen als je hebt, is het jammer, toch? Als je er terug naar kijkt en zegt van, zoveel gedaan om aan de macht te komen, van dingen op straat, van sommige dingen terecht. Als mensen er niet op straat waren gekomen, tijdens IMF, was IMF doorgegaan. Dus wij luisteren naar het volk, dus daar hebben ze gelijk, toch? Je wil die stroomprijs en al die dingen nu omhoog. Wat gaat de regering dan moeten doen? Naar een andere optie kijken. Wat hebben we toen gedaan? Toen zijn we gaan kijken, nee. Als wij 500 miljoen nodig hebben, 700 miljoen nodig hebben van IMF, dan gaan we het op kapitaalmarkt zoeken en dan zien we het daar gaan zoeken. Je moet het volk aan de ene kant zeggen, luister, Taiberië, we moeten maatregelen treffen, want inkomsten van bauxiet zijn weggevallen. Ze zeggen, nee, maar we hebben geen IMF. Dan luister je naar het volk. Je zegt, dan gaan we niet meer naar IMF. Maar mensen, we gaan het geld van ergens moeten halen. Dan gaan we naar de kapitaalmarkt en dan nog gaan we Taiberië maatregelen doen. We hebben ook stroomwater deels verhoogd, maar niet alles weggehaald wat IMF zou zeggen. Gelukkig niet, omdat we het geld ergens anders konden vinden. We konden met iemand anders in zien gaan, in dit geval Oppenheimer. En we hebben ook gezegd, we hebben het zo gedaan. Dus het heeft te maken met, luister je naar het volk, als er protesten zijn, ga je in erop, of ga je de protesten afchappen?
en alles doen. Dingen die gebeurd zijn voor de verkiezing is verleden tijd. Nu is de regering aan zet. Protesten zijn ook afgechapt toen. Ja, wat? Protesten zijn ook afgechapt toen. Oh, toen der tijd, no? Nee. Nou, ik denk niet dat we op deze wijze zien op hoe het nu gebeurt, toch? Jullie hebben een hek geplaatst op de plein onder het bos. Moest het niet voor jullie eigen veiligheid? Voor wiens veiligheid? We hadden toen nog geen corona. Is dat zo? Ja, dat is zo, ja. Oké. Misschien was het voor de veiligheid, ik weet het niet meer. Maar ik zie die grove manier van aanpak, wat ik nu zie, is natuurlijk niet van toen. Er waren enkele gevallen waar ze zeker kritiek over waren. En ja, maar terugkomend op het herstelplan van nu. Als u de regering advies mocht geven waar ze naar zouden luisteren, wat zouden uw drie punten zijn? Eerst zou ik zeggen wat ik heb gezegd in het parlement. Vervolg wat we gedaan hebben. Toch? 9,5% probeer op de kapitaalmarkt te overleven tot na 2026. Want je krijgt nog steeds geen bauxiet. Dus per jaar kom je $300 miljoen tekort. Dat wil eigenlijk zeggen, zolang je uitgaven nog steeds meer lonen en salarissen moeten blijven gebeuren, ga je dat moeten lenen. Dat doen zij nu ook. Ze gaan $1,5 miljard lenen bij IMF allemaal. Dus ze moeten niet doen alsof ze niet gaan lenen. Het is een overbruggingslening. Niemand houdt van lenen. Laat het duidelijk zijn. Maar als je weet, in een gezin, vader, moeder, zijder, een van die ouders komt te ontvallen, dan ga je niet plotseling op die een of andere dag plotseling drie kinderen nu wel kunnen verzorgen, terwijl er twee ouders waren en nu is er maar één ouder. Bauxiet is weg. Bestaat niet meer. Dus je moet overbruggen totdat er een andere partner komt en zegt van luister nou, olie in 2026 gaat veel meer worden, dan gaan we daar iets extra binnen krijgen. Dus het is overleven tot 2026, dat weten ze. Met $300 miljoen tekort per jaar. Dus nu gaan ze dat ook lenen, 1,1 miljard. Heb ik gezegd, wie is eerlijk? Ik zeg alleen, gaat geld niet bij IMF zoeken. Gaat geld bij de kapitaalmarkt zoeken. Je krijgt het voor 9,25%, maar in 2026 begin je te verdienen, ik dacht $600 miljoen per jaar en meer. Dan leg mij uit, als jij vanaf 2026 dat verdient, heb je binnen 1, 2 jaar alles wat je ook geleend zou hebben, hadden zouden 2 miljard, 3 miljard zijn, zou je binnen 3, 4 jaar alles terugbetaald hebben. Dus ik heb soms mensen die met kritiek en zeggen, die niet zeggen, ja ga leen. Ik ga doen, een van je ouders is weggevallen. Bauxiet is er niet meer. Dromen we, staan we nog, zijn we wel wakker in dit land, toch? We hebben toch in zo'n geschiedenisboeken geleerd. Bauxiet is er niet meer. En als het er niet meer is, dan moet je dat gat vullen. Want je gaat die mensen zomaar naar huis sturen. Toch, zo werkt het niet. En iemand moet tenminste een werk kunnen hebben en overleven. Kinderen, er zijn kinderen. Ze moeten naar school gaan. En het bedrijfsleven, heb ik net gezegd, door de kredieten die je van die banken niet krijgt, krijg je geen productiviteit. Toch? Voor productie, als je werkgelegenheid wil hebben, voor productie, moet je productierandvoorwaarden, er moet infrastructuur er zijn, er moet elektriciteit daar zijn, er moet digitale ontsluiting zijn. Die dingen hebben we geïnvesteerd. $3,52 miljard hebben we eigenlijk een boekwerk gemaakt. In 5 jaar geïnvesteerd, nog nooit zoveel geïnvesteerd. Komt op 22,1 miljard SRD, hebben we geïnvesteerd in die gemeenschap. We hebben $563 miljoen reserve, vieze reserve, 4 maanden importdekking achtergelaten voor die regering. We hebben 2,5 jaar lang de koers op 7,5 gehouden. Dan kom je aan zeggen vernietiging. Dat doet ook een beetje pijn in die zin toch? Want je denkt van allerlei campagnes van vernietiging, maar je kan niets aangeven wat vernietigd is. Die koers die opgedreven is, is niet door ons opgedreven. We hebben de koers toch niet opgedreven, dan kom je naar ons kijken. Betekent ergens moet je de oorzaak gaan zoeken van dingen. Is dat verleden tijd? Andere mensen hebben de kans gekregen en moeten hun succes wensen, toch? Laten ze het beste doen. Over 5 jaar, als zij er niet meer zijn, moeten ze ook iets zoets achterlaten. Wat gaat de volgende regering doen? Terugkijken en zeggen, jullie hebben alles vernietigd. Ik ben niet van die karakter, hoor. Op de manier hoe men plotseling afgeeft op de vorige regering. Ik kijk gewoon nuchter naar. Venetiaan heeft zijn bijdrage geleverd. Daarvoor hebben ze een bijdrage geleverd. Bouters heeft een bijdrage geleverd. En dan moet je verder gaan. Je moet niet blijven hangen. Het volk heeft geen interesse in al die verhaaltjes van je vernietigt en dit en dat. Toch? Er is niets vernietigd. Toch? Er zijn bepaalde grote dingen gebeurd die kwalijk waren. En ik ben ook geschrokken. Andere mensen zijn ook geschrokken. Het zijn individuen. Een partij of een regering bestaat uit individuen. Niet iedereen in een huis. Alle vingers zijn niet even lang. Je gaat altijd bepaalde mensen hebben die gewoon hun wil drukken, hun eigen dingen doen. Maar je moet ook hard optreden als ouder. En dat hebben we gedaan. Wij zijn de enige regering, ga ik dus zeggen, vandaag. En de enige regering die hard opgetreden hebben, die van onze kinderen, toch? We hebben anticorruptiewet gemaakt, we hebben comptabiliteitswet gemaakt en we hebben alle cases van ons ingediend.
na school zo op van de Carifest. Hebben wij ingediend. De vorige regering had zoveel te praten, heeft nooit een case ingediend. Deze regering heeft al meer dan 8 cases van corruptie. Heeft nog niet eens ingediend. Ik wil niet groot praat geven, maar het is eerlijkheid. En ik heb gezegd, politieke eerlijkheid, dat komt heel ver. En dat is wat we niet doen. We praten niet eerlijk met elkaar. Wij zijn Surinamers, we gaan elkaar in de supermarkt ontmoeten. We gaan elkaar elke dag ontmoeten, omdat kinderen gaan met elkaar spelen. Dan ga je elkaar zitten uitschelden op deze manier. Ga je elkaar proberen zwart te maken. Het is wel in de werkelijkheid. Dan kom je gewoon in de koffiekamer, praat je met elkaar. Denk je dat het volk dat wil zien? Dat je elkaar zit uit te schelden in een zaal. En dan op de achtergrond praat je met elkaar en alles is goed. Maar ik heb gezegd, er moet een beetje politieke eerlijkheid komen. Praat gewoon met die mensen en zeg, luister. Niet iedereen is even slecht als we twee. Ze hebben het alleen gedaan om die verkiezing te winnen. Zeg dat toch. En ik vind die hele verkiezingsmanier van werken vind ik niet goed. Vind ik ook niet goed. Waarom moet je zo'n grote ophef gaan maken? Je kan toch altijd samenwerken? Waarom moet de ene de andere helemaal kapot maken en allerlei negatieve dingen over mensen vertellen, hun persoonlijkheid, over hun persoonlijke dingen? Hou een verkiezing. Hou gewoon eerlijk voor, dit zijn mijn mensen, dit is kader. Dit is wat we denken. Laat het volk stemmen. Ga niet zoveel vuil smeten om mensen negatief te beslissen. En één van de rit, ga je iedereen samenwerken. Ik zie gewoon één hele coalitie. Ik zie niet eens een oppositie. Ik vind iedereen moet met elkaar kunnen samenwerken. Maar mensen in de politiek. Ik ben pas gekomen in de politiek in 2013. Ik heb het gezien. In de politiek is het niet zo. De mensen komen met een heel andere doelstelling in de politiek. Ik ben als jong persoon 33 gekomen in de politiek. Mijn achtergrond is... Ik ben uit de cultuur, ik ben een telecomman, ik heb als consultant gewerkt op de universiteit, 7 jaar lesgegeven in telecommunicatie. Ik ben een meer filosofisch ingesteld persoon. Ik ben gekomen, ik ben geschrokken toen ik voor het eerst kwam. Wat doen deze mensen precies, wat willen ze? Maar nadat ik was eigenlijk voor onderwijs, want ik was technocraat. Ik heb gezegd, ik ga me niet met politiek bezighouden, ik kom technisch voor die kinderen, wil ik wat doen als minister onderwijs. Na 2 jaar heb ik gezien dat ik... begon ik te begrijpen dat die politiek wel veel invloed heeft op mensenlevens. Heb ik gezegd, dan blijf ik in de politiek. Ik wil toch wat betekenen. Maar verandering brengen in de politiek. Het karakter van hoe de politiek gevoerd wordt, gaat een heel ander moeten zijn. En ik heb het geloof, er zijn genoeg jonge mensen. En het zijn mensen met ervaring. Als we de ervaring van die oude mensen, het kader gebruiken met energie van de nieuwe mensen, dan moeten we een hele nieuwe richting kunnen inslaan. En het kan, het is mogelijk, maar het gaat tijd kosten. Niet iedereen in Suriname begrijpt nog wat precies in die politiek speelt. En mensen die in de politiek spelen, vertellen ook niet eerlijk naar buiten toe alles, hoe het werkelijk is. Nou, ik denk dat mensen eigenlijk wel een beetje doorhebben dat het een popje gezien, kastje dicht verhaal is. En eigenlijk net als wat u zegt, heel veel gescheld over en weer, heel veel leugens, heel veel achterbaksheid. Maar uiteindelijk zit men tot in de late uurtjes rustig samen te borrelen alsof er niets aan de hand is. Wat zou er moeten gebeuren om meer transparantie te brengen naar de samenleving toe? Ik vind, er zijn bepaalde leden in het parlement. In elke partij heb je goede mensen. In elke partij zie ik jonge mensen met potentie. Het potentieel is daar. En ik zie de oude politieke... partijen en ook de nieuwe, ook de NDP, alle partijen, zijn er altijd mensen die bepaalde andere intenties hebben, een belang hebben en andere mensen die toch zeggen ik wil wat voor het land doen. Maar ze moeten beseffen als ze daar komen, het is veel zwaarder dan men denkt. En het gaat veel offers kosten, mensen gaan je bespreken, je karakter bespreken, alles bespreken. Ben je mentaal in staat dat te dragen? Ben je in staat snel te leren? En als je als politicus dat kan doen en je kan het absorberen snel, dan geloof ik dat elke politieke partij heel veel goede mensen heeft om een nieuwe politieke richting in te slaan. Dat zeg ik, een partij moet men niet zien als een partij of een regering. Er zijn individuen, is opgebouwd in individuen. En je hebt altijd individuen die wel een verschil kunnen maken. En nu moet de nieuwe generatie een verschil maken. Heel veel mensen, als we kijken ook naar de stemcijfers, zie je dat er toch wel ieder... Ja, het is heet vandaag, klopt. Nee, dan zie je dat... iedere verkiezing eigenlijk minder mensen gaan stemmen. En ook als je gewoon over straat loopt, merk je ook dat heel veel mensen zoiets hebben van hey, kom niet bij me met politiek, men hier in niks voor politiek. Men wil niet meer bemoeien, men is verbitterd, teleurgesteld. Ook om de punten die u net heeft aangehaald. Wat zou er moeten gebeuren om eigenlijk die vertaalslag naar de samenleving te maken, zodat er eigenlijk weer een gevoel van vertrouwen terugkomt? Begrijp je waarom ik heb gezegd? Het is een gevoel dat van me van binnen echt riep. Ik zeg, laten we een beetje politieke eerlijkheid. Het is een begrip. Het is niet
zijn die twee dingen zo bijna durven zeggen, passen niet bij elkaar. Sommige mensen zeggen, oh, politiek en eerlijkheid. Vandaar dat ik heb gezegd, een politieke eerlijkheid is een concept die ik denk dat we moeten kunnen gebruiken. Laten we politieke eerlijkheid, bestuurlijke, politiek is eigenlijk bestuur. Laten we het bestuur, als we het bestuur eerlijk willen maken, moeten we pleiten voor politieke, oftewel bestuurlijke eerlijkheid. Je kan 100 regels in plaats zetten. Je kan alle wetten mooi in plaats zetten. Je kan hoeveel straf je wil geven. Als het van binnen en van het karakter niet verandert, die eerlijkheid, die ethiek er niet is, dan gaat niets veranderen. En dat begint bij de mensen die beseffen dat die ethiek in die politiek moet zijn. Niet buiten en in kerken en in een mooie culturele organisatie, waar ik allemaal ook gewerkt heb. Als iemand het lef heeft en die durf heeft om te zeggen, ik ga niet meer aan die zijlijn staan, ik ga daar komen, ik ga die slagen vangen, ik ga die negativiteit, die fouten die om me heen gemaakt worden, gaan ook naar mij gewezen worden. Ik ben bereid dat te vangen, ik ben bereid snel te leren, ik ben bereid offers met tijd, energie te krijgen en uitgescholden te worden door alle mensen die allerlei dingen over mij te zeggen hebben. Dan denk ik, als mensen veel meer dat durven, dat die hele politieke setting kan veranderen. Dat kan. En dan moet je iets propageren. Je moet iets te vertellen hebben, iets wat die mensen willen zien. En een van die dingen is, wat ik zeg, politieke eerlijkheid is één aspect. Maar ook als je zegt, je wil je beste mensen hebben in de politiek. Ook het kaderaspect, toch? Als iemand goed is in de communicatie, moet je die mensen in de communicatie zetten. Als iemand goed is in het technisch gedeelte, moet je iemand technisch. Je moet de juiste mensen zeggen, op de juiste plaats gaat werken, niet altijd zo. Het is niet altijd zo. Om ambtenarij heb je ook mensen die simpele taken moeten kunnen vervullen. Maar als je op je niveau van je ministers en daar zet, dan moet je proberen toch wel mensen te zetten die wat weten en wat kunnen betekenen voor die gemeenschap. Tot slot, heeft u een boodschap gericht aan de kijkers die vandaag uw live met u meevolgen? U krijgt trouwens heel veel lof. Oké. Ik zou zeggen van de kijkers. Nou, we hebben nog een lange weg te gaan. Deze regering heeft ook bepaalde ideeën. Laten we kijken tot hoever we moeten ondersteunen. We gaan sowieso natuurlijk, je moet kritisch zijn, zodat men alert is. In de politiek ga ik u één ding zeggen. Als je mensen niet hard kritisch begeleidt, doen ze wat ze willen. Dat is het probleem. Dat heb ik ook gezien van dichtbij. Je ziet het ook in je eigen partij, je zit in je eigen regering. Dus ik heb veel kunnen assessen van wat je moet doen. We moeten de mensen kritisch zijn, anders gaat men in default mode. Ze moeten niet in default mode gaan. Je moet die mensen alert houden. Daarvoor is de media belangrijk. Daarvoor zijn mensen nodig in de gemeenschap die hun stem laten horen. Want dan gaat men alerter zijn door de oppositiehouding. En wij schelden niet uit. Je hebt het zelf gezien. We proberen het verschil te maken dat je niet uitscheldt en negativistisch gaat werken. Je wil constructieve dingen te brengen. Maar men heeft het gevoel dat je het soms aanvalt. Maar ik ga je zeggen, hoe wij aanvalgevallen zijn in de afgelopen tijd met allerlei scheldtermen aan, is veel erger. Dus ik zeg, als wij deze regering ondersteunen, en ik heb ook de president en de vicepresident gezegd, we ondersteunen jullie, maar we gaan jullie niet laten slapen. Wat wij hebben gedaan, hebben we fouten gemaakt, we hebben ook heel veel fouten gemaakt. Maar als we 90% ons best hebben gedaan, iets hebben achtergelaten, 10% fouten, gaan we kijken hoeveel gaat u, wij willen toch ook zien dat die 10% fouten die wij gemaakt, jij niet maakt. Dan moeten we onze mond gaan dichthouden. Dus je wil 90% fout gaan doen. Je wil de ervaring niet meenemen. Je wil niet naar ons luisteren. Ik denk we moeten de regering ondersteunen. Als ze een luisterend oor hebben, dan gaan ze hun termijn gewoon uitzitten. Ze gaan gewoon hun zaken doen. Ze gaan de begeleiding krijgen zoals het is. En dan kijken we verder. Het gaat om Suriname, niet om een regering die 5 jaar komt en 5 jaar gaat. Het gaat om die jonge mensen, die worden iets in de maatschappij. Zij moeten iets worden in de maatschappij. Je moet iets achterlaten, zodat de Surinamer zich voelt. Hier is waar het goed toeven is, zeggen we in Suriname. Dus kort samengevat, kritisch blijven participeren, naar elkaar luisteren, respect hebben voor elkaar en samenwerken. Yes, je hebt het goed samengevat. Dank u wel, meneer Adin, en tot de volgende keer.